Ik heb eigenlijk nooit nagedacht over wat ik later zou worden. Ik heb toen en nu altijd in het nu geleefd, dus ik heb geen droom over wie ik later zou worden. Zolang we wendbaar blijven, denk ik dat we nog heel lang kunnen verder gaan met dit familieverhaal. En daarom nemen we ons voor om nu, ook al zijn we nog heel jong, mijn broer en ik, het familiebedrijf voor te bereiden voor de vijfde generatie. Inspiratie komt uit de field. Bij uw mensen, bij uw klanten, bij uw leveranciers. Met open vizier en zonder vooroordeel naar de wereld kijken en dan komt de inspiratie vanzelf. Startende ondernemers zou ik adviseren in de eerste plaats: start. Begin ermee, doe iets. En doe iets die bij u past, iets waarin je uzelf kunt blijven. Want authenticiteit is het eenvoudigste verhaal. In het Duits zeggen ze: dem Teufel steckt im Detail. Een strategisch plan, een marketingplan, dus noods corporate social responsibility, is allemaal basishygiëne. Olympisch minimum om deel te nemen aan het verhaal. Als je echt het onderscheid wil maken, dan moet je op details werken, op de kleine zaken. En die legacy wil ik meegeven.